Welkom op deze online les. Kom lekker zitten. Op een poefje eventueel of op een opgerold dekentje. Kijk maar even hoe je lekker en ontspannen kunt zitten. En je wil je bekken lichtjes kantelen. Breng je schouders even omhoog en naar achteren. Je schouderbladen wat dichter naar elkaar toe. Leg je handen op je knieën of schoteltjes in je schoot. Eventueel je duim en wijsvinger naar elkaar toe en steek je de andere drie vingers van je af richting de vloer. Adem een keer diep in door je neus. En adem rustig uit door je mond. Adem nog een keer diep in. En rustig uit. Laatste keer adem diep in. En op een uitademhaling ontspan je kaken, je schouders. Neem je aandacht mee naar binnen. Je bent bewust van hoe je hier zit. Je zit botten op de vloer. Je bent bewust van je ademhaling. Ademhaling is op dit moment. En kijk of je adem wat meer kan verdiepen. Je ademhaling meer omlaag kan brengen. Neem even een momentje om te ademen hier. Dus je ademt in, met je aandacht omlaag naar je onderbuik. En je ademt uit, blijf hier en laat jezelf nog wat dieper wegzakken in de grond. Ontspanning. Dat je misschien geeft in je bekkengebied, in je buikgebied. Als je merkt dat je gedachten naar je hoofd gaan, gaat piekeren of zorgen maken of dingen na gaat denken, dan zeg je tegen jezelf: ik weet het niet. Je probeert niet mee te gaan met alle gedachten in je hoofd. En je zegt tegen jezelf: ik weet het niet. Aandacht weer opnieuw naar je adem gaan. En de sensaties die je voelt in je buikgebied, in je gebied. Veiligheid, geborgenheid, zijn de emoties die je kan voelen in je buik. Vandaag een kleine les waar je misschien tussendoor even tijd hebt om te gronden, even te ademen, ook even te bewegen.
Laat vanuit hier langzaam je handen voor je borst. Adem een keer diep in. Adem rustig uit. Adem in. Sahana Vavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvina Varitamastu, Ma Vidvijavahai, Om Shanti Shanti Shanti. Om. Laat je deze houding los. Strek je benen even voor je uit. Je hebt kleine bewegingen met je enkels, met je voeten, met je knieën, met je benen misschien. Dan mag je je sokken uitdoen als je die nog aan hebt. En je mag je trui uitdoen. We gaan ons lichaam lekker een beetje opwarmen. Dus je komt, zet je handen voor je neer. Je komt op handen en knieën. Zet je knieën onder je heupen en je handen onder je schouders. Dan adem je in, maak je een holle rug, kijk omhoog. En je ademt uit, je maakt een bolle rug en je kijkt naar je navel of naar je knieën. Dus adem in, maak je rug zo hol mogelijk, kijk omhoog. En je ademt uit, je maakt je rug zo bol mogelijk. Dus inademhalen, duw je schouder naar elkaar toe en je kijkt omhoog, navel naar de mat. En je ademt uit, je maakt je rug zo bol mogelijk en je duwt je schouders van je af. Laatste keer, adem diep in, kijk omhoog. En je ademt uit, je maakt je rug zo bol mogelijk. Adem in, rechte rug. En je ademt uit, zet je tenen in de mat en dan duw je billen naar achteren omhoog. Sta je in Adho Mukha Svanasana. Dus je spreidt je vingers wijd, duw met heel je handen in de mat. En je verdeelt je gewicht over je handen en je voeten. Dus in ademhalen duw je je zitbotten schuin van je af richting het plafond. En uit ademhalen breng je hakken meer en meer naar de vloer. En je trekt hierbij lichtjes je onderbuik een beetje naar binnen. Je spant je bekkenbodemspieren lichtjes aan. Kijk of je deze actie in je buik vol kan houden tijdens de hele les. Dus je onderbuik lichtjes aangespannen, je bekkenbodemspieren ook lichtjes aangespannen. Ben je bekend met de Ujjayi ademhaling, dan adem je rustig en kalm die Ujjayi ademhaling. En rustig vier tellen in, vier tellen uit. Dan kijk naar je handen en dan loop je langzaam met je voeten naar je handen toe. En je laat je voeten zo achter je handen staan. Beweeg een beetje naar voren, een beetje naar achteren. Voel hier het evenveel gewicht op je handen als op je voeten. En zijn je handen niet op de mat, dan kan je je benen buigen. Of je zet je handen op twee blokken. Als je die hebt, maar anders doe je gewoon wat je kan. Je kan je ellebogen vastpakken, rustig hier zo, voorover gebogen hangen. En je laat je schouders lekker ontspannen. En je nek is ontspannen, dus je kan je hoofd even ja, nee schudden. Dat je voelt dat je geen
spanning vasthoudt in je nek. En dan zet je je gewicht op je voeten. En je draait je hakken naar binnen en je tenen naar buiten. Dan buig je je benen. Zet je je elleboog aan de binnenkanten van je knieën. Plaats je handpalmen op elkaar. En dan maak je rug recht. Schouders lekker ontspannen. Blijf even rustig ademhalen hier. Dan zijn je hakken niet op de vloer. Dat is prima. Dan zijn je hakken hoog. Zit je misschien hier. Is het wat moeilijker om balans te houden. En misschien kun je je hakken ook op twee blokken plaatsen. Of op een opgerold dekentje. En dan probeer de heupen iets meer te openen hier. Dus adem nog een keer diep in. Maak je lengte in je rug. En uitademhalen. Duw met je ellebogen tegen je knieën aan om je meer te openen. Adem in. En je ademt uit. Dan kom je zitten. Zet je je knieën en je enkels tegen elkaar. Je komt rechtop zitten, rechterrug. En adem je uit. Dan zet je rechterhand achter je neer en je linkerhand gaat over je knieën. Dus inademhalen, maak lengte in je rug. Uitademhalen, draai open. Kijk over je rechterschouder. Blijf rustig ademhalen hier. Twee. Je onderbuik nog steeds aangespannen. Drie, bekkenbodemspieren lichtjes aangespannen. Vier. Vijf. Adem in, draai terug naar het midden. En dan draai je de andere kant op. Zet je linkerhand achter je neer. En je rug recht. Schouders ontspannen. Kijk over je linkerschouder. Blijf rustig ademen. Twee. 3, 4, 5. Adem in, draai terug naar het midden. En je ademt uit, dan strek je je benen voor je uit. Nou buig je je rechterbeen aan de buitenkant van je linkervoet. Je zet je linkerhand achter je neer. Plaats je je linker elleboog voorbij je rechterknie. Adem in, maak je weer lengte in je rug. En op een uitademhaling draai je weer open. Kijk over je rechterschouder. Blijf weer ademen hier. 2. Je gestrekte been actief. De tenen wijzen recht omhoog. 3. 4. 5. Adem in, draai terug naar het midden, draai het uit de knoop. En dan strek je je rechterbeen uit en dan buig je je linkerbeen. Zet je linkerhand achter je neer, je brengt je rechter elleboog voorbij je knie. Adem in, maak weer lengte. En je ademt uit, je draait weer open, kijk over je linkerschouder. 1. 2. Ben je bekend met de Ujjayi-ademhaling, dan adem je rustig de Ujjayi-ademhaling. 3. 4. 5. Adem in, draai terug naar het midden, draai het uit de knoop. En dan zet je je handen achter je neer, je vingers wijzen naar je toe, je zet je voet op heupbreedte. En op een inademhaling kom je omhoog. Duw je heupen zo hoog mogelijk. En je laat je hoofd naar achteren vallen. 5 ademhalingen hier. Is het heel zwaar voor je? Dan zet je tussendoor je billen op de mat. En je wil niet dat je ademhaling kwijtraakt. Dus blijf ademen. Rustig en kalm. 3. 4. Je heupen nog iets hoger. 5. Kom je rustig zitten. Zet je handen aan de binnenkant van je benen. Je raakt iets naar achteren. En op een inademhaling kom je voor aan de mat staan. Samasthiti. Je zet je voeten naast elkaar. Je rug is
recht, je bekken licht gekanteld. We gaan naar Surya Namaskara A. Dus adem in, rijk omhoog, kijk naar je duimen. En je ademt uit, dan buig je voorover, zet je handen naast je voeten. Adem in, rechte rug, kijk naar voren. En je ademt uit, loopstap of spring je naar achter, kom je omlaag. Adem in, rol over je tenen, open je borst, kijk omhoog. En je ademt uit, adem Uttasvanasana, je omlaag kijken naar het. Gewicht verdeeld over handen, over je handen en je voeten. Rustig ademen hier. 2, 3, 4, 5. Adem in. Kijk naar je handen. Stap of spring je voeten tussen je handen. Rechter rug. Kijk naar voren. Adem uit. Neus naar je knieën. Adem in. Kom omhoog met de rechter rug. Breng je arm omhoog. Schouders laag. En je ademt uit. Samasthiti. Adem in. Rijk omhoog. Schouders blijven laag. Adem uit. Uttanasana. Zet je handen weer naast je voeten of op je onderbenen. Adem in. Recht je rug. En je ademt uit. Je stapt. Je springt naar achter. Kom je omlaag. Misschien helemaal naar de grond. Adem in. Duw jezelf wel naar voren. Open je borst. Kijk omhoog. En je ademt uit. Adem Uttasvanasana. Voet op heupbreedte, vingers gespreid en je gewicht verdeeld. 2, 3, 4, 5. Adem in, kijk je weer naar je handen, stap of spring je voeten tussen je handen, rechter rug, kijk naar voren. Adem uit, neus naar je knieën. Adem in, kom je weer helemaal omhoog, breng je arm omhoog, schouders laag. En je ademt uit, Samasthiti. Doen we nog één keer, adem in, rijk omhoog. Adem uit, Uttanasana. Adem in, recht je rug, kijk naar voren. En je ademt uit. Stap of spring je weer naar achter. Kom je omlaag. Ellebogen dicht naast je. Adem in. Duw jezelf naar voren. Open je borst. Kijk omhoog. En je ademt uit. Adem Uttasvanasana. Rustig 5 ademhalingen. Is dit te zwaar voor je om hier te blijven staan? Dan kom je in jouw pose. Dan sta je hier. 3, 4, 5. Adem in. Kijk je naar je handen. Stap of spring je voeten weer tussen je handen. Rechter rug. Kijk naar voren. En je ademt uit. Neus naar je knieën. Adem in. Kom weer helemaal omhoog. Schouders ontspannen en laag. En je ademt uit. Samasthiti. Zet je knieën enkels tegen elkaar. Je bekken nog steeds gekanteld. Je rug recht. Adem in. Buig je omlaag. Utkatasana. Adem uit. Strek je benen. Zet je handen naast je. Adem in. Recht je rug. En je ademt uit. Chaturangadandasana. Adem in. Rol over je tenen, open je borst, kijk omhoog. En je ademt uit. Adem Uttasvanasana. Nu adem je in, zet je je linkervoet dwars en je stapt je rechtervoet naar voren. Knieën hak boven elkaar. Let erop. Adem je in, kom je omhoog. Schouders ontspannen, kijk voorbij je duimen naar het plafond. En je ademt uit. Chaturangadandasana. Kom weer omlaag. Adem in, duw jezelf weer naar voren, open je borst, kijk omhoog. Adem uit, adem Uttasvanasana. Adem in, zet je rechtervoet dwars, stap je linkervoet naar voren. Op een inademhaling kom je omhoog, knieën hak boven elkaar, schouders ontspannen. En je ademt uit, Chaturangadandasana.
Adem in. Voor het naam op de Svanasana. Kijk omhoog. Adem uit. Adem op de Svanasana. 5 ademhalingen hier. 1. 2. 3. 4. 5. Adem in, kijk je naar je handen. Stap als spring je voeten tussen je handen, rechterrug. Adem uit, neus naar je knieën. Adem in, knieën enkels tegen elkaar. Buig je benen, kom je omhoog, Utkatasana. En je ademt uit, Samasthiti. Doen we nog een keer. Adem in, buig laag door je benen, kom omhoog. En je ademt uit, strek je benen, zet je handen naast je. Adem in, recht je rug, kijk naar voren. En je ademt uit, stap of spring je weer naar achter, kom je omlaag. Adem in, hoort naar Uttanasana. Adem uit, adem Uttanasana. Adem in, zet je linkervoet dwars, stap je rechtervoet naar voren, kom omhoog. Virabhadrasana aan, schouders ontspannen. En je ademt uit, Chaturanga Dandasana. Adem in. Adem uit, adem Uttanasana. Adem in, stap je linkervoet naar voren, blijf weer laag. En je ademt uit, Chaturanga Dandasana. Adem in, adem uit, adem Uttanasana. 5 ademhalingen. 1, 2, 3, 4, 5. Adem in, kijk weer naar je handen. Stap op, spring je voeten weer tussen je handen. Rechterrug, kijk naar voren. Adem uit, neus naar je knieën. Adem in, buig je benen weer. Blijf laag in, breng je arm omhoog. Adem uit, Samasthiti. Voel even hoe je staat. En je bekken nog licht gekanteld, je schouders lekker ontspannen. Adem in, breng je arm opnieuw omhoog. Kijk naar je duimen. En je ademt uit, je buigt even voorover. Adem in, recht je rug, kijk naar voren. En je ademt uit, Chaturanga Dandasana. Adem in, Urdhva Mukha Svanasana, kijk omhoog. En je ademt uit, Adho Mukha Svanasana. Vanuit hier zet je nu je linkervoet een klein beetje naar je rechtervoet toe. Op een inademhaling breng je rechterbeen omhoog, zo hoog mogelijk. De ene wijze naar het plafond. Maak lengte in je been. Blijf ademen hier. Banda is actief, dus je onderbuik ingetrokken. Bekkenbodemspieren lichtjes aangespannen. Adem nog een keer diep in. En op een uitademhaling draai je open. Dus je laat je voet naar links vallen. Kijk je onder je rechter oksel schuin naar het plafond. Blijf ademen. Vier. Vijf. Adem in, dan breng je been weer omhoog. Je draait je heupen recht. En op een uitademhaling breng je je rechterknie naar je rechterpols en je voet naar je linkerpols. Kom je omlaag, loop je met je achterste voet wat meer naar achteren. Loop je met je handen naar je toe. Kom je hier zitten. Rustig ademhalen. Twee. Wil het niet voelen in je knie, eventueel breng je je hak meer naar je bovenbeen toe. 4. 5. Je mag hier blijven zitten of je loopt met je handen naar voren. Maar ben voorzichtig met je knie. Je wil het niet voelen in je knie, anders pas je de houding aan. 2. 3.
4. Adem in. Loop je met je handen naar jezelf toe. Breng je gewicht naar je rechterbil. En dan breng je je achterste been naar voren. Je zet je rechtervoet tegen je linkerbovenbeen. Je heupen zijn naar voren gedraaid. Adem in. Maak je lengte in je rug. En je ademt uit. Dan buig je voorover. Pak met twee handen je voet. Adem in. Maak lengte. En je ademt uit. Dan buig je voorover. Neus naar je knie. 1, 2. Is je neus al bij je knie, dan gaat je kin naar je scheenbeen, kijk je naar je voet. En is je handen niet bij je voet, dan zet je handen op je enkel of op je onderbeen. Alles prima. Dan adem je in, maak die lengte in je rug. En je ademt uit, dan laat je de houding los. Je kruist je enkel, zet je handen voor je neer, adem in. Stap of spring je naar achteren, hoge plank. Adem uit, chaturangalambasana. Adem in, duw jezelf naar voren, open je borst. En je ademt uit, adem op de svanasana. Adem in, dan zet je rechtervoet een beetje naar links. En op een inademhaling breng je linkerbeen omhoog, zo hoog mogelijk. Tenen wijzen naar het plafond. En je blijft hier ademen. 2, 3. 4, 5. Adem in en je ademt uit. Je draait je heup open en je voet gaat naar de rechterkant. Dus je buigt je knie. Kijk je onder je linker oksel schuin naar het plafond. 2, 3, 4 en 5. Adem in, breng je been weer omhoog, je draait je heupen recht. En dan adem je uit, gaat je knie naar je linkerpols en je voet naar je rechterpols. Loop iets naar achteren met je achterste been. En loop je met je handen wat meer naar achteren. Voel even hoe deze houding aanvoelt. Blijf ademen hier. 3, 4, 5. Adem in, loop je naar voren. En laat jezelf over je linkerbeen vallen. 1, 2, 3, 4. Adem in, loop je met je handen naar jezelf toe. En dan breng je gewicht naar je linkerbil. Breng je je rechterbeen naar voren. Zet je je linkervoet weer tegen je rechterbovenbeen aan. Je heupen naar voren gedraaid. Adem in, maak die lengte in je rug. En je ademt uit, je buig voorover. Pak met twee handen je voet. Adem in, maak lengte. En je ademt uit, dan buig je voorover, neus naar je knie. 1, 2, 3, 4, 5. Adem in, recht je rug. Adem uit, laat de houding los. Kruis je enkel, zet je handen voor je neer. Stap of spring je weer naar achteren, hoge plank. Blijf je even staan, duw je hakken naar achteren. Blijf ademen. 3, 4, 5. Adem een keer diep in. En dan adem je uit, dan kom je omlaag. Adem in, duw jezelf naar voren, open je borst, kijk omhoog. En je ademt uit. Adem op de svanasana. Adem in. Kijk naar je handen, loop je met je voeten naar je toe. En dan kom je zitten. Strek je benen voor je uit. Je zet je handen naast je heupen. Je rug is recht. Schouders zijn lekker ontspannen. Schouderbladen naar elkaar toe. Rustig ademhalen. Tenen wijzen recht omhoog. En
Adem maar rustig en kalm. 3. 4. Adem in, breng je arm omhoog. En je ademt uit, je buik voorover. Pak met 2 vingers je grote tenen. Adem in, maak lengte. En je ademt uit, dan buig je omlaag. Ben je niet bij je tenen, dan pak je rond je enkels of je onderbenen. Dus je ademt in, maak lengte in je rug. Op een uitademing buig je omlaag met een rechte rug. En je schouders ontspannen. 2. 3. 4. 5. Adem in, recht je rug, kijk naar voren. En je ademt uit, dan rol je af naar achteren. Even rustige ademhaling hier. Dan adem je in, breng je benen omhoog. Je billen mogen op de mat blijven. Als je ongesteld bent of je hebt hoge bloeddruk. Anders gaan je benen over je hoofd naar achteren. Zet je je handen op je onderrug. Loop met je ellebogen dicht naar elkaar toe. En dan breng je je benen omhoog voor Salambasavangasana. En je gewicht rust hier op je bovenarm, op je schouders, niet op je nek. Dus ben je niet zeker, dan laat je je billen op de mat. En anders zijn je benen omhoog. En wijzen je tenen naar het plafond. Je onderbuik aangespannen. En je ademhaling nog rustig en kalm. 4. 5. Blijf hier iets langer dan in alle andere houdingen. 15 ademhalingen. En als je ergens op wil focussen, dan kan je focussen op je neus. Eigenlijk kijk je voorbij je neus een beetje. En je onderbuik aangespannen. Bekkenbodemspieren lichtjes aangespannen. Nee. 10. Altijd eerder uit de houding komen als de houding niet meer goed voelt voor je. 11. 12. 13. 14. 15. Adem je in, breng je benen over je hoofd naar achteren. En je ademt uit, je legt je handpalmen plat achter je neer. Dan rol je langzaam wervel voor wervel omlaag. Dan zijn je billen op de mat. En dan mag je je voeten op de mat zetten. En dan strek je je benen uit. Dan pak je met de handen de achterkanten van de billen vast. Je duwt met je ellebogen in de mat. Breng je bovenlichaam omhoog en dan maak je rug zo hol mogelijk. Laat je kruin op de mat. En vanuit hier laat je dan je handpalmen naar het plafond wijzen. En je duwt je schouderbladen naar elkaar toe. Open je borst. Matsyasana. Vispose. Blijf ademen. 2. 3. 4. Adem in, duw met je ellebogen in de mat. Breng je kin naar je borst en dan leg je rug terug op de mat. Breng je knieën naar je borst. Dan masseer je eventjes je rug. Dus maar kleine cirkels, linksom, rechtsom. Nou, kruis je je enkels, pak je de buitenkanten van je voeten vast. En op een inademhaling rol je op tot zit. En dan kom je rustig zitten. En leg je handen
op je knieën, duim en wijsvinger naar elkaar toe, de andere vingers naar de vloer. Adem in, maak lengte in je rug, duw je kruin wat meer naar het plafond. En op een uitademhaling breng je je kin naar je borst. En je rug is recht. Schouderbladen naar elkaar toe. Ja, rustig je ujjayi ademhaling. Je onderbuik lichtjes aangespannen. Bekkenbodemspieren lichtjes aangespannen. Als je bekend bent met de ujjayi ademhaling, dan luister je naar het ruisende geluid. Luister naar je eigen ujjayi sound. En laat je ujjayi ademhaling los en je laat je bandhas los. Laat je de houding los. Je bedanken voor je aanwezigheid. Zo online. Ik hoop dat het goed met je gaat. Geniet van de dag. Namaste. Je mag zelf lekker komen liggen voor shavasana. En zet zelf lekker een muziekje op. Dankjewel.